Dit filmpje gaat over tijdsduur berekenen. Hoe bereken ik precies het tijdsverschil in uren en of minuten en of seconden? We gaan doortellen of aanvullen. Ik toon het je aan de hand van enkele voorbeelden. Wat is het tijdsverschil tussen 18 seconden en 33 seconden? Er is alleen een verschil in seconden. Ik vertrek. Van het kleinste 18 seconden en ik ga zo werken naar 33 seconden. Wat moet ik bij 18 seconden bijtellen om 33 seconden te krijgen? Dat is dus 15 seconden. Het verschil is dus 15 seconden. Wat is het tijdsverschil tussen 3 minuten 15 seconden en 4 minuten 4 seconden? Zoals je ziet is er hier een verschil in minuten en seconden. Ik neem weer het kleinste, 3 minuten 15 seconden. Eerst ga ik aanvullen tot ik alvast aan 4 minuten kom. En dat is 45 seconden. Dit omcirkel ik ook, of ik ga hier markeren. Ik doe dat telkens met de tijd die ik aanvul. Zo is het overzichtelijker om nadien alles weer op te tellen. Ik zat dus aan 4 minuten, maar ik moest werken naar 4 minuten 4 seconden. Ik moet nog 4 seconden aanvullen. Wanneer ik deze beiden optel, 45 seconden en 4 seconden. Dan kom ik aan 49 seconden en dat is nu het tijdsverschil. Je kan het verschil in tijd ook berekenen door te cijferen. Je noteert alles netjes onder elkaar: minuten onder minuten, seconden onder seconden. Het grootste getal zet je uiteraard bovenaan. 4 seconden min 15 seconden gaat niet. Ik ga lenen bij de minuten. 1 minuut is 60 seconden. Die neem ik mee naar seconden. Ik plaats die in het onthoudvak. Samen wordt dit 64 seconden min 15 seconden is 49 seconden. Dat wordt 3 minuten min 3 minuten is 0 minuten. Het tijdsverschil is 49 seconden. Hoe ga je nu van 48 minuten 5 seconden naar 1 uur 12 minuten 18 seconden? Er is hier een verschil in uur, minuten en seconden. We beginnen weer met de kleinste tijdsaanduiding, 48 minuten 5 seconden, en we gaan werken naar 49 minuten. We moeten immers eerst de seconden wegwerken. We tellen er 55 seconden bij. Zoals je ziet, markeer ik dit weer. Van 49 minuten werk ik naar 60 minuten of 1 uur. Ik doe er 11 minuten bij. Van 1 uur kan ik makkelijk naar 1 uur 12 minuten 18 seconden. Dat zijn 12 minuten 18 seconden. Die drie tijden ga ik bij elkaar optellen. En dan krijg ik 23 minuten 73 seconden. Maar 73 seconden gebruiken we echter niet. Dat gaan we dus eerst omzetten. Ik ga 73 seconden opsplitsen in 60 seconden en 13 seconden. 60 seconden zetten we om naar 1 minuut. En dan krijgen we 24 minuten. 13 seconden. Dit kan ook weer al cijferend gebeuren. We noteren alles netjes onder elkaar. 18 seconden min 5 seconden is 13 seconden. 12 minuten min 48 minuten gaat niet. Ik ga lenen bij uur. 1 uur is 60 minuten. Die neem ik mee naar 12 minuten. 60 minuten en 12 minuten. Worden 72 minuten min 48 minuten is 24 minuten. 0 uur min 0 uur is 0 uur. Het tijdsverschil is 24 minuten 13 seconden. Deze nuttige tips wil ik je nog meegeven. Vul eerst aan tot je aan een hele minuut of een volledig uur komt. Duid met de markeerstift de aanvullingen aan. Of omcirkel ze, zo kan je ze nadien makkelijker optellen. Vergeet de afkortingstekens bij seconden en minuten niet. Uur schrijven we steeds voluit. Denk eraan dat je ook mag cijferen.